Welkom bij de vierde aflevering van Typisch Iets Voor Jou. In de vorige uitzendingen zagen jullie hoe mensen praktisch, theoretisch, contactueel of systematische arbeid konden verrichten. Maar er zijn nog twee typen beroepen over. De organisatorische en de artistieke beroepen. Over die artistieke beroepen heb ik het straks met jullie, maar wat die organisatorische betreft. Je moet vanzelfsprekend heel goed kunnen ordenen. Je moet dingen goed op een rijtje kunnen zetten. Je moet nooit in paniek raken als er van alles tegelijkertijd gebeurt. Je moet een uitstekend geheugen hebben. Je moet vaak goed met mensen om kunnen gaan. Kortom, je moet eigenlijk om organisatorisch te werk te kunnen gaan, mijn karakter hebben. Goedemorgen mevrouw, zeg het maar. Goedemorgen. Ik heb ongeveer 53.000 punten. Ja? Wat is daar zonder bijbetaling voor te koop? Het zijn alle artikelen van de eigenlijk alles wat hier staat kunt u gratis schrijven. Nou, dit zijn de nieuwe espresso-automaten. Ik vind dit koffiezetapparaatje vind ik heel aardig. En zo'n rode thermoskan. Ja, zullen we dan even gaan kijken hoe we met de punten uitkomen? Ja. Kijk eens mevrouw, alstublieft. Het zijn uw spulletjes. Veel plezier ermee en tot ziens weer. Dank u wel. De baliemedewerkster van de cadeauafdeling heeft een afwisselende dagtaak. Ze heeft contact met de klant en geeft informatie. Ze houdt de voorraden bij en verzorgt de inkomende post. Ja hoor, meneer. Dat is voor 15.000 punten is die gratis. En het is een actie geweest. Dan kunt u hier ook zo kopen zonder bonen. Kost die 32,50. Ja hoor. Oké, dag meneer. Tot ziens. Dit is het schetsontwerp. Ja. Dit is nog zwart-wit, dus daar zie je niet zoveel aan natuurlijk. Maar dit is eventjes een ruwe layout hoe het pakje eruit gaat zien. En de kleuren doen jullie conform ons voorstel? Ja, dat wordt zilver met donkerblauw en crèmeachtig. Prima, ja. Nou, de werktekening die gaat er dan zo uitzien. Dat is natuurlijk een stuk kleiner, maar dit zijn de juiste formaten. De handtekening is er niet op. Die moet er wel op. Die hebben ze daar niet opgezet. Maar hier ligt die los? Ja. Is die toch mee? Nou, dat kunnen we wel zien aan de proefdruk, denk ik. Oh ja, hier hebben ze hem er inderdaad opgezet. Ja, hij staat erop. Hij staat wel niet door het logo heen waar hij normaal staat, maar dat is een... Oh, dat geeft niet, want ik vind hem hier wel zo passend. Ja, aan de zijkant. Maar de kleuren zijn heel mooi, zeg maar. Ja, het ziet er heel chic uit. Ja, heel mooi. Goeie kleur. Nou, hier blauw. Kan je dan ongeveer zien hoe zo'n pakje eruit gaat zien. Deze hebben we eventjes om een stukje karton heen gegeven. Ah, prima. Hartstikke mooi. Ja, nee, dat... Dat zijn vast succes. Hartstikke mooi. Ja. Bedankt. Zo. X en M, willen jullie proeven en je voorkeur aangeven? 10 verschillende dingen op één dag. De productmanager informeert, beoordeelt, regelt, beslist, onderzoekt en zet de productie van een nieuw product in gang. Er komt heel wat bij kijken voordat een product in de winkel staat. De productmanager is betrokken bij de organisatie van de hele productontwikkeling. Ik vind hem wat zachter en toch wel een pittig bakje. Voor mij zit er weinig verschil in. Ja? Ja. Nee, je proeft toch wel verschil hoor. Nou, ik vind M wat scherp. Dus ik vind X ook beter. Het is eigenlijk net wat Lisbeth ook zegt. Ja. Oké. Nou, ik heb dus... Oh. Ja? Wat ik heb dus eigenlijk wel een andere mening, want bij mij wordt het de M. Die vind ik krachtiger en heeft meer body tegenover de X, want die vind ik te slap. Nou, mijn voorkeur gaat ook uit naar de X, want het is wel wat zachter van smaak. Wat dat betreft heb jij wel gelijk, maar toch wel pittig genoeg voor een goed bakje koffie. Hm.
Ik stel voor om met X verder te gaan, toch? Omdat we voorkeur hebben voor X. Dat je daar nog even verder mee door gaat testen met een groter panel. Ja. Als je dat wil doen? Prima. Oké, graag. Bedankt. Hallo Janna, je spreekt met Gea. Zeg Janna, ik heb met grote spoed een werktekening nodig voor een advertentie in de beurscatalogus van de BBB. Ja, zou je er snel voor kunnen zorgen? Ik zet de tekst en de maten op de fax en dan stuur ik het naar je toe. Oké, bedankt. Dag. Bestelde goederen moeten in heel Nederland afgeleverd worden. De routeplanner maakt elke dag een route met 25 bestemmingen voor elke vrachtwagenchauffeur. Vervoersdienst, goedemiddag. Ja. 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 En wanneer komen ze bij u, mevrouw? En uw woonplaats is? In Zwolle. En uw naam is? Schots. Vos. En wat is uw ordernummer? 121. Ik zou eens even moeten kijken of die inmiddels ingepland bent. Momentje graag. Een routeplanner heeft dus aardrijkskundige kennis en organisatorisch inzicht nodig. Hij werkt altijd onder druk om ervoor te zorgen dat ritten voor de wachtende chauffeurs op tijd zijn samengesteld. Ja, oké. Dat is straks 2 uur, hè? Goed, vanmiddag in het bedrijfsjournaal. We hebben een onderwerp over hoe vaak mensen gaan kijken. We willen graag weten hoe vaak mensen kijken en wat ze ervan vinden. Bea hier, die doet een onderzoek daarnaar vanuit haar stageopdracht. Mm-hmm. En misschien dat zij het een en ander even kan vertellen erover. Dan weet je een beetje waar het over gaat. Ja, nou ik doe dus een onderzoek naar het bedrijfsjournaal. En daarvoor wil ik een aantal mensen die werken binnen Centraal Beheer vragen hoe vaak ze naar het journaal kijken, wat ze van het journaal vinden. En daarvoor zou ik dus ook jou wat informatie van jou willen krijgen. Oké, nou dat is goed. Kun je in 2 uur? Public relations betekent contacten met je publiek. Een bedrijf komt in contact met medewerkers en relaties door middel van de pers, fotografie en reclame, het personeelsblad en de organisatie van evenementen. Dit bedrijf heeft zelfs een eigen bedrijfsjournaal. Of het nu regelen, presenteren of regisseren is, de public relations medewerkster moet van alle markten thuis zijn. We gaan het vandaag hebben over het onderwerp bedrijfsjournaal. We zijn erg nieuwsgierig wat... ja, wat heb ik mis? we gaan het vandaag hebben over het kijkgedrag naar het bedrijfsjournaal. We zijn erg nieuwsgierig en willen een onderzoek doen ook om te kijken hoe er naar gekeken wordt, hoe vaak er naar gekeken wordt en hoe de waardering van het bedrijfsjournaal is. Naast mij zit Bert van Esterik, beleggingsadviseur bij... En die ga ik even wat vragen stellen erover. Bert, kijk jij wel eens naar het bedrijfsjournaal? Als ik op kantoor ben, dan kijk ik naar het bedrijfsjournaal, zeker. En wat vind je ervan? Nou, het is een manier om heel snel geïnformeerd te zijn over wat er gebeurt binnen Centraal Beheer. Goedemorgen. Hoi. Goedemorgen. Gerard, alsjeblieft. Bedankt.
Margreet, de post. Ja. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Zit er nog wat bijzonders bij, Annie? Ja, ik denk dat ik een goede... Dit zocht je, toch? Oh ja, alsjeblieft. Prima, bedankt. Ja? Morgen, Lienetje. Morgen. Alsjeblieft. Annie, ik heb een paar mensen voor een rondleiding. Ja? Wil jij dat organiseren? Ik heb volgende week maandag wel tijd, denk ik. Oké. Zal ik jou zo opbellen dan? Ja, prima. Oké. Okay. Ja. De medewerkers secretariaat verzorgt de post, houdt agenda's bij, maakt afspraken en rapporteert. Ze organiseert een conferentie of een studiereis en geeft soms rondleidingen in het bedrijf. Ik vraag of ik een rondleiding wil geven. Ik kan op maandag 14 december. En dan heb ik nog even enkele vragen. Wie moet er verder nog ingelicht worden? Ja? Worden ze door de receptie opgevangen of moet ik zelf naar beneden lopen? Ja. Oké, schrijf ik even op. En wat wil je dat ik zal laten zien van het gebouw? U bevindt zich nu in het gebouw van Herman Hetberg, de ontwerper. Dit is dan de kunstgalerij. Links en rechts ziet u kunstwerk hangen. Dit bijvoorbeeld van Karel Appel. Kijk, doe maar rustig naar rechts. Ja. Jullie zagen verschillende mensen aan het werk die een initiatorisch beroep uitoefenen. We hebben nou 5 soorten beroepen gehad en er is nog 1 beroepssoort over. Het artistieke beroep. En dat is eigenlijk een vreemd beroep, want dat werkt een beetje vanuit het gevoel. Je moet een bepaalde artistieke instelling hebben, een kunstzinnig gevoel... van waaruit je dingen kunt maken. Met je handen, met je pen als je schrijft. Met je ogen eigenlijk als je wenst te fotograferen. En de manier waarop dat werkt is heel moeilijk uit te leggen. Je werkt vanuit een gedachte, vanuit een vaag idee. En de bedoeling is dan eigenlijk dat je iets maakt dat andere mensen ontroert. Waarvan andere mensen zeggen, dat vind ik nou mooi. Bloemist, die in dienst is van een bedrijf, onderhoudt de perken en de gazons. Naast de tuinaanleg buiten moet ook alle planten in de kantoren verzorgd worden. Bloemstukken zijn ook regelmatig nodig. Hij kan er elke keer weer iets nieuws en bijzonders van maken, aangepast aan de gelegenheid en aan het seizoen. Best dat we hier een beetje de groene dek overtrekken doen. En hier die zwarte. Ja. En de bloemen hier in de voorgrond bij die kast. Dat kan op het consortium. Plantje erbij. Ja. En een verder beetje in het grijs en zwart aankleden. Mag er ook wat overdekbed komen? Ja, doe maar. Jawel, hè? En een bloem achter de kast en een bloem voor de kast. Van de plant in de hoek? Ja.
Ja, oké. Okay. Zonlichtje erdoor. Ja. Niet vergeten die schermpje in de spiegel te zetten. En mogen de hoofdkussens bij of niet? Ja, dat zal ik wel doen. Oké. En dan gewoon lekker dubbel vouwen, op die Duitse manier. Veel artikelen worden verkocht aan de hand van foto's in een brochure. Daarom moet de bedrijfsfotograaf de artistieke kant van het fotograferen aanpassen aan commerciële eisen. Hij werkt nauw samen in een team om een zo mooi mogelijk plaatje te maken en hij heeft oog voor de kleinste sfeerdetails. Oké, Regientje, het is verder goed zo. Als je nog even die... dit moet even een klein beetje anders nog. En dat je anders die boekjes draaien. Daar... Ja, een beetje. Ja, en die vlaggetjes. Boekjes meer, ja. Wat speels er allemaal. En die glazen even op een andere manier neerzetten, dat het niet zo dicht en vast achter elkaar zit. Maar dat is verder goed. Prima. Iets meer naar de kast. De deur maar een klein beetje dichter. Dat is iets te ver. Oké, hou het zo, hè. Hartstikke goed. Die handen iets lager, de deur iets verder open. Oké. Ja? Geweldig. De kok van een instelling of een bedrijf verzorgt de inkoop van het eten. Hij berekent hoeveel hij nodig heeft voor alle medewerkers. Creativiteit en handvaardigheid gaan hier nauw samen, want het is niet eenvoudig elke dag weer iets lekkers op het menu te zetten. Vraag dat maar aan je moeder. Nou, dit komt op pagina 6-7. Ja. Het bestelnummer is 94-29-22. Het gaat om een katoenen pullover. Ja, 100% hè? Ja, 100% katoen. Voilà. Ja? Nou, hij is oversized. Voor de nieuwe verkoopbrochure worden de artikelen bekeken en beschreven. Bij elk artikel in de brochure komt een aanprijzende tekst. Dit doet de tekstschrijfster. Zij moet beschikken over fantasie en een creatief taalgebruik. Lage ronde hals. Vrolijke kleurtjes in blauw, rood, geel, wit en groen.
De opdruk is ingemaast en er staat Amerika's Cup Regatta. Ik moet nou even bepalen wat er eigenlijk in de tekst komt, wat de trefwoorden zijn van die trui. Dan is het zo meteen makkelijk werken. Ja. Hier, het wordt opgenomen in een jachthaven. Het is geïnspireerd op watersport. Ja? Ja. Nou, het is echt heel zomers. De kleuren? De kleuren, het is katoen. Kleurrijk katoen kunnen we gebruiken in de tekst. En ik dacht, als je dat zo ziet zoals het hier geschetst staat, dat je de beste iets van nieuwe zomermode in kan zetten hier. En dat je hier dan trendbeeld 88 krijgt. Ja? Ja. Doen we dat. En dan moet je straks nog even naar de inkoop bellen voor de prijzen en de bestelnummers. De goede bestelnummers. En dan kunnen we het intikken. De zomer. Eens kijken, wat is het geworden? De zomer in kleur, schitterende pullover. In deze pullover kun je je niet anders dan vrolijk voelen. Amerika's Cup Regatta is er ingemaast. In rood, geel, wit, kobalt, groen zit het er allemaal in. Ja. Ja. Van 100% katoen, dat rijmt nog ook. Ik vind het leuk hoor. Dat waren nou typisch artistieke beroepen. Ik hoop dat jullie in de loop van deze serie uitzendingen een beetje kijk gekregen hebben op wat je zelf leuk vindt om te doen, wat typisch iets voor jou is. Het is helemaal niet de bedoeling dat je nu al weet wat je later worden wil. Het is alleen maar de bedoeling dat je een klein beetje een inzicht hebt gekregen op wat bij je past. Om het nou allemaal nog een beetje gecompliceerder te maken dan het toch al is, is het zo dat aan vele beroepen meerdere kanten zitten. Dus een beroep kan zowel praktisch als theoretisch van aard zijn. Nou, hoe dat precies zit, daar komen we volgende keer op terug. Tot de volgende keer dus. Dag!